geweest. We hebben heel veel goede mensen, maar iedereen praat door elkaar. We hebben alleen al 25 GGD's. Dat helpt natuurlijk niet in overzichtelijkheid. En zijn wij geschikt om zeg maar, een sterke meneer of mevrouw daarboven te hangen? Dat past niet bij Nederland. Ja, dat is een goede vraag. Ik zie dat ook, dat men daar moeite mee heeft. En ik denk toch dat je... Kijk, als je in een oorlogssituatie zit, als ik die metafoor maak, zijn heel veel mensen zeggen dat mag je niet zeggen. Maar ik vind dat toch soms wel helpen om een beetje te denken. Hoe ga je nou een strijd aan? Dat doe je natuurlijk met een minister die is verantwoordelijk in een kabinet. Maar dan gaat er gewoon een generaal een operatie uitvoeren. Ja. En die heeft daar... Ja, Middendorp doet nu als ex-generaal, als generaal buiten dienst, al de hele de evenementen. Ja, die heeft één klein die nou deel afgeblazen worden, oké. Okay, een heel klein deel van testbeleid, ja. wat een heel indrukwekkend project op zich is. Maar het is maar één van de vele sporen die daar zijn. En dit moet je tot één geheel smeden. Ja. Nou ja, ja, en dat klinkt natuurlijk, ik denk iedereen logisch in de orde nogmaals. Maar het is natuurlijk wel de vraag, hoe ga je ervoor zorgen dat dat in de praktijk dan ook gebeurt? Dat zo iemand opstaat of dat zo iemand aangewezen wordt? Of... Dat is best wel lastig. Ja. De GGD-structuur is voor een crisissituatie ook niet gelukkig. Maar dan moet je dan toch een keer zeggen, dat moeten we dan toch met elkaar afspreken. Of we het toch niet anders moeten in. Voormans, we hebben behoefte aan een dictator. Ja, meld je aan. Nou, misschien niet zo'n goed idee. Maar ik vind het heel verstandig wat Jacques Kluitmans hier zegt. Dat je probeert proactief beleid te maken. Wat hebben wij voor ons? En nu het beleid wordt ingegeven van dag tot dag. We kijken achter ons, we hollen achter de feiten aan. Ook met die wetten waar we het zojuist over hadden. Heb jij een Kamerdebat gezien het afgelopen jaar waar een heel groot principieel debat gevoerd wordt? Nee, maar dat ging ook bijna niet. Want we hollen met z'n allen achter de feiten aan. En nu komt er straks een moment van rust en gebruik dat goed. Ja. Dus kijk eens, wij hebben ook even een vreemde parallel. Wij hebben, als het gaat om besmettelijke veeziekten in Nederland, zijn wij echt heel goed om die te bestrijden. Mm. Wij hebben in 20, 30 jaar daar een gezondheids- en welzijnswet voor dieren gebouwd, waarbij we heel lokaal goed in kunnen grijpen met allemaal slimme manieren. Die is echt chirurgische ingrepen kunnen we maken. Wij hebben heel veel kansen. Alle besmettelijke destructie, bedoel je? Ja. Maar die wet is zo in elkaar gezet, precies langs de lijnen die Jacques Kluitmans hier bedoelt. Ja. Die was ook eigenlijk dat is een model geweest. Ik weet niet of het de beste verkoop is. Zeggen, de V-wet gaan we nu toepassen op de mensen, maar dat de strategie achter de V-wet. Ja, dus vooruitdenken. Er zit natuurlijk een vergelijkbare verhaal achter jullie aan dat het gaat over regie nemen dan toch ook wel? Voor infectieziekten hebben wij natuurlijk gewoon eigenlijk de wet niet meer van toepassing gemaakt, want die leken voorbij. En in de dierhouderij waren die helemaal niet voorbij. Dus daar hebben ze het heel anders ingericht. Mm. Dus ja, we moeten ons toch... Wij zijn ook maar dieren, hoor, Jort. Dus, Laten we ons niet verkeerd verbruiken. Maar Marieke, is het zo dat daar toch niemand mee bezig is? Dat ze te veel en logischerwijs ook in die waan van de dag zitten? Ja, dat zie je wel echt. En we hadden het net al even over iedereen liep achter de feiten aan. De Kamer heeft al wel een aantal keer een voorschot genomen om iets. Het ging over die vaccinatiestrategie, over die field lab. Zaten ze al best wel snel van, nou, ga nou aan de slag hiermee. En het kabinet heeft echt heel erg gezegd, wacht af. Dus en je ziet natuurlijk, ik bedoel, de overvolle agenda van het OMT... de overvolle agenda van Hugo de Jonge is er ook. Die man heeft het natuurlijk ook extreem druk met wat er op de dag zelf gebeurt. Ja, maar dan is er een plan, dan is er een field lab en dan komt een stuk in de kranten, is er onrust en dan wordt het weer afgeblazen. Weet je? Het zwabbert natuurlijk toch alle kanten op. Nee, maar dat is ook nog een losstaand... Dat kenmerkt dit beleid natuurlijk. Enorm probleem, klopt. Maar het is ook wel zo dat de Kamer ook vaak echt voorschot heeft gegeven. En dat ze uiteindelijk te laat altijd beginnen.